Grote wedstrijd hoor. Nee, we gaan nou voorspellen. De Graafschap NAC. Ja, sta je gewoon bij mijn grote supermarkt. Hier hebben we net gezien. Hier. Ja, en dan gaan we wachten. Wie er naar buiten komt. Is het een vrouw? Dan wint de Graafschap. Is het een man? Ja. Ja, dan wint NAC. Oké. Vrouw, de Graafschap. Is het een man? Ja, dan wint NAC. Nou, daar komt hij hoor. En wij maar wachten. En wij wachten. Vrouw voor de Graafschap. Hé, hey, een man voor NAC. En dat kan even duren, hè, soms bij zo'n supermarkt. Wie komt er nu naar buiten? Wij wachten, wij wachten, wij wachten voor de spanning. Maar het is ook spannend, die wedstrijd. Morgen degradatiewedstrijd. Ja, dat gaat erom daar. De hele Vijverberg, alles. Die zijn daarmee bezig. Met de Graafschap en Breda trouwens ook. Die zijn ook allemaal hypernerveus. Dus ja, die willen ook weten hoe dit gaat aflopen natuurlijk. Ja, is het een vrouw? Dan weten we het. Dan is het de Graafschap. En is het een man? Dan is het NAC. Nou, hallo, daar gaan we weer. En we wachten. En we wachten. Oh, ik ben een beetje verkouden. En we wachten. En we wachten. En we wachten. Ja, en we wachten net zo lang tot we de uitslag weten. Wie die wedstrijd gaat winnen. Want dat is wat we willen weten. Nou, daar komt hij aan hoor. Zou er ooit iemand door het deurtje komen? Het is ongelooflijk spannend. Tja. En we weten het nog steeds, hè. Een vrouw voor de Graafschap en een man voor NAC. Ja. Wie komt er nu als eerste door die deur? Oh, daar komt wat aan. Daar komt wat aan. We gaan even kijken. We gaan even kijken. Daar komt wat aan. En het is een man. Het is een man. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Dat is hem. Dat is hem. Daar met dat rode jasje aan. Dat is hem. Dus, hé, jongens in Breda. Het is NAC.